Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen, die om ruimte vragen en om actie. We willen 1 miljoen woningen bouwen. We staan voor een enorme energietransitie en we zoeken naar oplossingen voor de groeiende mobiliteit. De schaarse ruimte en de leefomgeving zijn grote onderwerpen van dit moment. Hoe blijft Nederland leefbaar? Milieueffectrapporten leveren dagelijks milieuinformatie voor plannen en projecten die regelmatig maatschappelijk debat oproepen. Inmiddels is MER al 35 jaar een sterk instrument. In die jaren zijn er meer dan 3000 milieueffectrapporten opgesteld. Veel daarvan zijn beoordeeld door de commissie MER. Hoe werd en wordt er tegen het MER aangekeken? En hoe ziet de toekomst van MER eruit? In de Nationale Omgevingsvisie verdeelt de overheid de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland in 4 thema's. Hoe kan milieueffectrapportage deze thema's ondersteunen? Klimaat en energie. Een van de grootste opgaven van de komende jaren is Nederland klimaatbestendig, energie-neutraal en waterveilig maken. Projecten voor dijkversterking lopen al decennia lang. En hoogwaterbescherming blijft een actueel thema, ook in de toekomst. Waterschap Drents Overijsselse Delta laat een MER opstellen voor de versterking van de IJsseldijk Zwolle-Olst. De dijkversterking tussen Zwolle en Olst is onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus er worden landelijk op heel veel plekken dijken versterkt. En hier tussen Zwolle en Olst dat met name om Zwolle en het achterland te beschermen. En nu zijn we in dit stadium van het project nog aan het uitzoeken welke methode je op welke plek het beste kan toepassen. We gebruiken het MER bij ons project om de verschillende effecten van die manieren van versterking in kaart te brengen en met elkaar te kunnen vergelijken. In de verkenningsfase maak je de grotere keuzes, zeg maar. Daar hebben we al een MER deel A voor gemaakt en we zijn nu bij die uitwerking dus eigenlijk bezig met een vervolg op dat MER om tot de uiteindelijke ontwerp te komen. Het helpt met name bij het voorbereiden van de besluiten, maar we gebruiken het MER ook wel om op een begrijpelijke manier verschillen tussen de methodes te laten zien. Als we hier bijvoorbeeld een gesprek hebben met bewoners rondom bepaalde keuzes die te maken zijn, zetten we ook al die MER-thema's op een rij. Maar dan gebruiken we die uitkomsten in de gesprekken met de dijkbewoners. Voorheen lag de focus vooral op waterveiligheid. Tegenwoordig is dit thema veel breder geworden. Voor de komende kabinetsperiode gaan we in Nederland 1 miljoen huizen bouwen. Nou, als dat geïsoleerd de woningbouwopgave is, is de gemiste kans als we ook niet meteen de hele gebieden klimaatrobuust maken. Nou ja, ik zie dat dus op dat soort terreinen enorme mogelijkheden. Vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur, waar ik lid van ben, zitten we op dit moment ook na te denken. Ja, wat is voor de komende jaren goed openbaar bestuur? Goed openbaar bestuur is in ieder geval ook verbindend bestuur. Dat het niet meer van 1 overheid is, maar werkend als 1 overheid. Daar hoort ook bij dat we ook onze adviesfunctie moeten doordenken op het ruimtelijk fysiek terrein. Daar hebben we al in het verleden goede ervaring bij ruimte voor de rivieren. Maar nu zie ik eigenlijk een nieuwe etappe, een nieuwe urgentie ontstaan. En juist dan denk ik dat MER-adviezen die de deskundigheid van de afgelopen jaren op het terrein van milieu hebben, maar die ook de verbreding hebben dat het niet meer alleen over milieu gaat, maar ook over water en over ruimte. En die verbindingskracht is het toekomstperspectief zoals ik daar naar de komende jaren kijk. Duurzaam economisch groeipotentieel. In de toekomst zal de economie en de energievoorziening duurzaam moeten worden en circulair. Het bedrijf Twents in Hengelo wil uit haar afvalenergiecentrale CO2 afvangen en daarna in vloeibare vorm leveren aan de glastuinbouw. Voordat de provincie Overijssel besluit over de nodige vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Bij dit project gaat het vooral om de enerzijds de technologie die we gebruiken. Dus wat voor een type techniek om af te vangen, wat voor chemicaliën gebruik je daarbij. En daarnaast welke locatie de installatie geplaatst moet worden. We zitten hier in een gebied waarin zoutcavernes zijn. Dus dat is een aspect om terdege rekening mee te houden.
advies van de commissie Meer zit in twee stappen. Ten eerste wordt natuurlijk de notitie rijkwijd en detailniveau bekeken. En daar ging de Meercommissie mee in de onderwerpen en voegde daaraan toe om ook te kijken naar het transport van de CO2. En ten aanzien van het rapport is uiteindelijk een beoordeling van alle zaken. En dan is het advies van dit rapport voldoet en bevat voldoende informatie om een besluit te nemen. En dat is waar de overheid dan mee verder gaat. Een van de successen is dat er uiteindelijk ook geen enkel bezwaar is gekomen tegen deze procedure. Het is geen garantie dat je daar geen bezwaren krijgt, maar het helpt je wel bij de Raad van State later. Het helpt ook om je informatie onafhankelijker te maken. Dus een derde deskundige buiten onszelf en de Omgevingsdienst kijkt ook nog een keer de Meercommissie dan mee. Ja, dat geeft toch een extra waarde. En het Meerrapport zelf is toch een stuk prettiger leesbaarder dan een vergunningaanvraag waarin je een hoop formulieren naloopt met allerlei verplichte nummers. En het Meer is gewoon een leesbaar verhaal wat je iedereen veel makkelijker kunt meegeven en waar je denk ik ook een omwonende veel makkelijker kunt lezen wat er nou gaat gebeuren. Op de hele wereld moet de economie veranderen, moet de industrie veranderen. We hebben daar volop kansen voor als Nederland, maar die moeten we wel behoedzaam pakken. En we moeten ons wel goed realiseren wat, als we die kansen pakken, de impact zal zijn op milieu en omgeving in de nieuwe situatie. En daar is een milieueffectrapport voor. Wat ik er altijd bij zeg is, het is niet alleen maar het rapport van hoe gaat de wereld er dan uitzien. Een milieueffectrapport moet ook de alternatieven in beeld brengen. Als we het nou toch nog weer eens anders oppakken, of als we nou net weer van een andere techniek gebruik maken of naar een andere locatie gaan, hoe pakt het dan uit? En zo zoeken naar wat is de beste combinatie van dingen om uiteindelijk de minste output op het milieu te hebben, of zelfs natuur- en milieuaspecten te kunnen versterken. We zijn heel erg bezig met hoe gaat de MER in de toekomst gebruikt worden. In de loop der tijd zijn daar veel meer omgevingsaspecten bijgekomen. Letten we veel meer op sociale aspecten, ook op gezondheidsaspecten. Dus de MER is een veel breder instrument geworden in de loop der jaren dan het initieel is ingezet. We zullen verder naar de toekomst toe ook merken dat de MER eerder in het traject aan de orde zal zijn en ook vaker op vrijwillige basis. Het is natuurlijk prima en goed geregeld dat de MER bij wet af en toe nodig is. Maar als je nieuwe ontwikkelingen inzet en je wil de milieueffecten daar tijdig en goed van in beeld hebben, dan is de MER een prachtig instrument om toe te passen. Steden en regio's. De overheid wil voor 2030 een miljoen betaalbare en bereikbare woningen bouwen. De gemeente Amsterdam is al in de jaren 90 begonnen met de ontwikkeling van het eerste eiland van Eiburg. Ik ben in 1994 als projectmanager betrokken geraakt bij Eiburg. Omdat toen de gemeente Amsterdam en het Rijk hadden afgesproken dat Amsterdam aan de oostkant kon gaan uitbreiden in het water van het IJmeer. Nou, wij zagen dat het besluit op de milieueffectrapportage zoals het toen was, wij vonden het nogal defensief. Er moest eerst een activiteit, een plan zijn. Daarna moest je de milieueffecten in beeld brengen en dan kon je alternatieven formuleren. En wij dachten, wij willen die milieuinformatie niet achteraf hebben, maar wij willen hem vooraf hebben. Want dan gaan we meteen een milieuvriendelijk plan maken. En dat hebben we ook gedaan, dus we hebben het milieuonderzoek helemaal naar voren getrokken. Het belangrijkste bij Eiburg was natuurlijk de natuur. Want wij gingen eilanden maken in een heel kwetsbaar watergebied dat heel belangrijk was voor watervogels. En we hebben geprobeerd om Eiburg als het ware met de natuur mee te ontwerpen. Het plan is dus ook wel gemaakt in heel nauwe samenspraak met allerlei partijen in Amsterdam. Ook met partijen die eigenlijk tegen waren. Ook Natuurmonumenten was tegen, maar heeft ons uiteindelijk enorm geholpen met het realiseren van natuurprojecten. Het lastige van natuur is dat die heel moeilijk voorspelbaar is. Dus je kunt plannen maken en maatregelen bedenken, maar je moet altijd in de praktijk kijken hoe ze uitpakken. En daarom hebben we met de Commissie voor de MER overlegd en we hebben voorgesteld om iets te doen wat we evaluerend ontwerpen noemden. En dat betekende
maatregelen bedenken, maar ook voortdurend blijven monitoren en zo nodig ook weer die maatregelen aanpassen. En de commissie was daar heel blij mee. Ik denk dat we dat tegenwoordig een dynamisch MER zouden noemen. Ja, die plannen in 6 weken tijd langs zien komen. Ja. En? Intussen worden de plannen voorbereid voor het laatste stuk van de Eiburg, buiten eiland. De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar notitie rijkwijde en detailniveau gepubliceerd, waarin ze de voorbereiding voor de plannen van buiten eiland heeft aangekondigd. En de commissie MER heeft een advies gegeven naar aanleiding van die notitie over wat er in het MER moet komen te staan. En mijn betrokkenheid daarbij is dat ik werkgroepsecretaris ben bij de commissie MER. En dat betekent dat ik zorg dat er een werkgroep komt waar de juiste deskundigen in zitten en dat ik de boel organiseer en plan. En dat ik het schrijven van het advies op me neem met de inbreng van de deskundigen daarbij. Wat we doen is toetsen of de informatie die beschikbaar is volledig is en juist en of het allemaal navolgbaar is. Maar wij geven geen oordeel over het besluit zelf. Het is aan het bevoegd gezag om te zeggen of iets wel of niet door kan gaan en of daar specifieke voorwaarden aan zijn. Wij oordelen of de informatie die erin staat ook de juiste handvatten biedt om het milieubelang mee te kunnen wegen in dat besluit. Ik denk dat bij verstedelijking op dit moment de grote opgave is om binnen de grenzen van de stad nieuwe woningen te bouwen. En dan worden milieuthema's heel belangrijk. En niet alleen natuur, maar ook en vooral energievoorziening, waterbeheer enzovoort. En daar kan milieuonderzoek en milieueffectrapportage echt bij helpen. Landelijk gebied. Door alle opgaven en ontwikkelingen staat de natuur onder druk. De provincie Noord-Brabant heeft een regionaal programma water en bodem opgesteld. Bij de ontwikkeling van dit programma heeft de provincie advies gevraagd aan de commissie MER. We hechten erg aan het advies, omdat de commissie MER ook de mogelijkheid heeft om met innovaties en andere denkbeelden ons plan te versterken. Het regionaal water- en bodemprogramma is een beleidskader dat loopt van 2022 tot 2027. En heeft vooral als ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn en ook een veerkrachtig bodem- en watersysteem te hebben. Het is een van de beleidskaders uit de omgevingsvisie en richt zich in de breedte op water en bodem. Maar het is zeker van belang dat er afstemming en interactie is tussen die verschillende beleidskaders. En dat was ook een van de adviezen van de commissie MER die ons daarop heeft gewezen. En dat hebben we dus ook overgenomen om die integratie beter te regelen. Commissie MER heeft ook gezegd, ja, wat zijn nou de effecten op het doelbereik uiteindelijk en de effecten op het milieu? Nou ja, en dat heeft ons weer geholpen eigenlijk in de onderbouwing van die ambitie, zoals ik hem net noemde, om te komen tot een regionaal waterplan wat robuust is qua bodem- en watersysteem. Dus het was heel helpend in onze gedachtenvorming. De provincie Noord-Brabant wil een vitale bodem. Maar wat is dat nu eigenlijk? Landbouw, natuur, stedelijk gebied vragen om een hele andere bodem en ondergrond. En zolang je dat nog heel slecht kwantificeerbaar kunt maken, we zijn daar echt nog over aan het nadenken, landelijk ook in dit werkveld, dan moet je eigenlijk niet zeggen ik ga dat doel bereiken, maar ik ga een proces afspreken hoe ik dat ontwikkel en op welke manier ik dat ga meten en monitoren en eventueel mijn doelen ga bijsturen. Als wij een MER binnenkrijgen, het eerste wat we doen is natuurlijk kijken wat is het initiatief dat de initiatief nemen en het bevoegd gezag aan ons voorleggen. Maar vooral ook wat is het niet, dus de afbakening van de scope. Vervolgens kijken we heel nadrukkelijk van hoe zijn de effecten, de milieueffecten in beeld gebracht. In mijn geval op bodem, water, ondergrond. En op welke manier kunnen eventuele negatieve effecten met maatregelen of oplossingsrichtingen voorkomen worden. Die worden dan vaak samengesteld in varianten of alternatieven. En dan is natuurlijk de vraag, hoe zijn die beoordeeld? Het regionaal water- en bodemprogramma is een thematische uitwerking van de integrale omgevingsvisie. Hoe kun je nou zorgen dat toch vanuit de integrale blik wordt gekeken dat de maatregelen die in dit programma staan ook positief doorwerken naar de andere programma's? En dan zijn we ook als werkgroep heel positief over hoe de provincie Noord-Brabant nadenkt over een gebiedsgerichte aanpak.
Want juist in een gebiedsgerichte aanpak kun je natuurlijk weer die thema's veel beter bij elkaar brengen. Dus wij vinden dat een hele positieve ontwikkeling. De MER in de toekomst zal proactiever, completer op complexe vraagstukken en veelomvattender zijn. Wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind, is dat het ook een publieksfunctie heeft. De verbreding, de integraal naar de toekomst kijken, dat is het nieuwe toekomstperspectief. Je zou eigenlijk hopen dat het zo vanzelfsprekend wordt dat we geen milieueffectrapportage meer nodig hebben. Maar tot het zover is, ben ik heel blij dat de commissie ons ook kritisch volgt en helpt bij het maken van goede plannen.